Hi, ik ben Noni Kooijman en ik neem vandaag FC Centrum mee naar een paar van mijn favoriete spots in het centrum. Kom maar mee. We zijn op de Dam, zoals je ziet. Maar wat je misschien niet weet is als je hier naast Krasnapolski de Pijlsteeg ingaat, dat daar zo ongeveer het beste café van Amsterdam zit. Nou, dit is dus Wijnand Fokking. Het bestaat al heel lang, sinds 1679. En je kan hier liqueur drinken. Allerlei soorten liqueurs hebben 100 smaken en ze gaan het voor je mixen als je zin hebt. Dat je zin hebt in iets zoets of in iets sterks. Of in, nou ja, dan gaan ze dus voor jou een mixje maken met al hun smaken, liqueur die ze hebben. Fluitje erbij. Perfect begin van de avond. Je kan het ook kopen in de winkel. Als je hier gaat shoppen, dan zou ik het volgende kopen. En de citroenbrandewijn, deze. Die is heel lekker. En dan is het... Moet je er eentje meenemen? Ik ben echt een fangirl. Maken jullie het nou hier nog zelf? Hiernaast. Hiernaast. Wil je het kort even zien? Ja. Heel graag. Ja, dit is dus de plek waar we alles maken. 400 flessen per dag. Wat is dan nu deze geur die ik ruik? Anijs. En deze plek zit er dus al sinds 1679. En hier is het leven. Ja, heel leuk. Leuk om te zien. Ik kom hier zo graag, maar ik had het nog nooit gezien. Heel leuk. Tot volgende week. Dus als ik hier in de buurt ben, dan ga ik heel graag heel even langs. En dan door. Dat is toch echt heerlijk. Nou, hier is Café 40. Een café van en voor Amsterdammers. Dus... Smakelijk. Ja, het is een soort oase in de gekte. Wat heel fijn is. Nou, je kan dus koffie drinken hier. Je kan ook ontbijten. En ze hebben cocktails, dus je kan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat hier terecht. En ze hebben een heel lekker terras. Ik vind het heel leuk dat deze plek echt voor mensen uit Amsterdam is. Het bestaat wel, ja. En wat ook leuk is, dat dit is was in de VOC-tijd het accijnskantoor. Dus nu heffen ze accijns op elke rekening. Daar betaal je 40 cent extra. En dat gaat dan naar goede doelen die mensen in onderdrukte posities steunen. Dus dat vind ik wel een heel mooi... Mooie link naar het verleden en hoe je dan iets kan omdraaien in iets positiefs. Ja, we hebben ook een club. Hier is dan 's avonds de club. Ja, dit is dus echt een tip. Het is echt een hele leuke plek. Het is super inclusief en het is heel leuk. En iedereen mag er zijn. En ja, heel divers. Hele leuke muziek. Ja, ik zou er zeker een keer heen gaan. En dus ook naar het café. In de ochtend of in de middag en in de nacht naar de club. Je kan gewoon de hele dag hier op dit hoekje hangen als je zin hebt. We zijn nu hier op de Zeedijk en ik ben daar achter opgegroeid, dus dit is echt een beetje mijn buurt. En toen ik op de Zeedijk kwam wonen, nam mijn vriendin broodjes mee van Hoi Tin, die ik toen nog niet kende. Toen was mijn leven compleet. En dit is dus een Chinese bakkerij, ook een heel goed Chinees restaurant. Maar hiervoor is dan de bakkerij. En deze broodjes zijn echt waanzinnig. En als je er genoeg koopt, dan krijg je zo'n mooie doos. Dat is ook echt reden genoeg om er heel veel te kopen. Dit zijn dus een soort zoete brioche-achtige broodjes. Heel lekker zacht. En daarin zit dan heel lekker zacht gestoofd varkensvlees. Ja, het is waanzinnig, maar ik denk dat het er niet meer is. Ja, ik ga even vragen, misschien is er nog wel iets over. Hi! Are there any pork buns left? No. Oh, I'm so sorry. You can see here. No more pork buns. Ja, het is te lekker. Het is te lekker. Normaal ligt het hier vol. Met allemaal verschillende dingen. Niet alleen die pork bun, maar ik zou toch wel echt voor die pork bun gaan. Ja, we zijn nu op de Nieuwmarkt en we gaan naar Café Bern. Daar heb je de beste kaasfondue van de stad. Ik eet nooit ergens anders kaasfondue dan in Bern. Om 4 uur kan je hier al zitten om een drankje te drinken, maar de keuken gaat om 6 uur open. En dan is het volgens mij ook meteen bam, vol, alle tafeltjes bezet en dus die bar ook. En er hangt dus om de paar maanden wisselende kunst en die kan je dan ook kopen. Dus het is ook een soort galerietje, dat is ook wel leuk. Er zijn 2 dingen die je hier van mij moet bestellen, namelijk... Deze entrecote Café Bern. Niemand zegt wat erin zit. Het is een geheim recept, maar het is heel lekker. En natuurlijk de kaasfondue. En ze hebben ook, wat ik ook nog wel wil laten zien op de kaart, ananas met kiers, chocolademousse. Dan krijg je zo'n grote bokaal met chocolademousse, met slagroom. En met zo'n kers erop, zo'n kers uit een blik. Wat ik
top vind. Zou je kunnen zeggen dat de tijd hier heeft stilgestaan qua menu? Misschien wel. Volgens mij hebben ze dit al heel lang zo. Ja, waarom zou je het veranderen als het zo lekker en zo goed gaat?